zaal gaat de voorstelling over, over angsten. Hoe je met je angsten omgaat. En het nut van relativering daarin. Het is een hele persoonlijke voorstelling en een hele eerlijke voorstelling. Dat is ook iets waar ik de afgelopen jaren heel erg naar op zoek ben geweest. Want ik denk, ja, hoe eerlijker je bent en hoe oprechter je bent op het podium, hoe beter eigenlijk. Nee, ik weet niet wat het is, maar 's nachts, als je wakker ligt, lijkt alles waar je je eventueel zorgen om kunt maken groter en erger dan wanneer dan ook. 'S nachts als je wakker ligt, kun je enorm gaan piekeren, kun je zorgen gaan maken, ga je te bewust nadenken over allerlei dingen. En dat vond ik zelf wel een mooi uitgangspunt voor een voorstelling. Het gekke is ook altijd, de volgende ochtend is het altijd weg. En dan kun je alles weer in het juiste perspectief plaatsen. En dan kom je er ook altijd pas achter hoe belangrijk dat is, hè? Om te kunnen relativeren. Ja, een belangrijk thema in mijn voorstelling is relativering. Van, wat heeft de relativering voor nut in het omgaan met allerlei levensgebeurtenissen? En dat ik erachter ben gekomen, juist door mijn afgelopen jaren, dat het voor mij is humor bijvoorbeeld echt extreem belangrijk om met allerlei dingen om te gaan. Ja, ik kom zelf uit Groningen en Groningers zijn daar goed in, relativeren. Ja, afgelopen februari, toen ging de Elfstedentocht, die ging niet door. En iedereen in Nederland was verontwaardigd of verdrietig. Maar toen werd er op het ijs, werd er bij Nieuwsuur, werd er één Groningse man geïnterviewd. En die zei iets prachtigs. Die zei namelijk, ja, tuurlijk, het is jammer dat de Elfstedentocht niet doorgaat. Maar onthoud, hij komt elke dag een dagje dichterbij, net als de dood. Aan de andere kant wat ik daar tegenover stel is dat, dat je weer moet oppassen dat je daarin doorslaat. Dat je te goed wordt in relativeren. Dat je alles zo wegrelativeert en zo de relativiteit van alles in gaat zien. Dat het omslaat in iets anders. Dat het omslaat in cynisme en onverschilligheid. En vandaar ook een beetje de titel Murf. Zo'n luchtbed ligt best wel lekker, hè? Heb je wel eens seks gehad op een luchtbed? Seks op een luchtbed? Je seks op een luchtbed, dat voelt een beetje alsof je ligt te neuken met een opblaaspop. Maar dan de hele tijd met iemand ertussenin. Het is vooral een persoonlijke voorstelling over hoe ik dingen analyseer en hoe dingen in mijn hoofd werken. Laatst bijvoorbeeld liep ik op straat en toen kwam er vanuit de verte kwam er een meisje dichtbij, een leuk meisje. En ik dacht alleen maar, weet je wat Anne-Jan, als dat meisje langsloopt, ga je gewoon even vriendelijk naar haar glimlachen. Moet toch kunnen, gewoon een vriendelijke glimlach. Dus dat meisje kwam dichterbij en ondertussen ging ik op zoek naar een vriendelijke glimlach. Dus dat meisje, op een duur, dat meisje kwam dichterbij en dit, dames en heren, dit is de gezichtsuitdrukking die ik koos. Van alle gezichtsuitdrukkingen die ik met dit hele gezicht kan produceren, was dit degene die ik koos. Dat meisje kwam dichterbij. Ik dacht, oké, Anne-Jan, daar komt ze. Goed timen nou. Aftellen. Daar komt ze. Daar komt ze. Oké, 3, 2, 1. Wat is dit? Dit is geen gezichtsuitdrukking. Dit is überhaupt geen glimlach. Dit is een epileptische aanval. Dit is die nacht, die ondoordringbaar niks meer te zien laat van net overdag.